Races, Tanja de Jonge en Guido de Pat. Tanja, ik ga met u beginnen. We staan hier in Zandbergen voor de Eldorado-fietsers. Wat brengt de burgemeester van Nienhoven naar Zandbergen? Wel, Zandbergen is natuurlijk ook Gerardsbergen. En als het op koersen aankomt, dan denk ik dat Gerardsbergen en Nienhoven wel een tandem zijn. Een tweede reden is natuurlijk ook Marieke hier van het café. Ik ken die goed. Ik kom hier af en toe over de vloer. En ik ben hier graag. En er zijn heel wat Nienhovieters hier in Eldorado de 1000 kilometer voorbereiden. En dus het is ook een beetje een hart onder de riem voor die Nienhovieters. En natuurlijk Ferdy van den Houten. Ja, een topmonument op wielervlak. Die zowel het jeugdwielrennen als zijn eigen grote prijs bij manier van spreken hier organiseert. Dus dat brengt mij naar hier. Ferdy van den Houten, deze prijs is de grote prijs van Ferdy van den Houten. Dus het is aan jou verbonden. Jij bent zelf ook kankerpatiënt, ex-kankerpatiënt, slachtoffer geweest. Wat, op welke manier heeft dit jouw leven of de kijk op jouw leven veranderd? De mensen zeiden tegen mij, ja, nu dat je genezen bent, moet je profiteren van je leven. He, maar ik zeg vandaag, eigenlijk gans mijn leven heb ik van mijn leven geprofiteerd, dus ik zou niet weten wat ik anders moet doen. Natuurlijk, je kijkt anders op de wereld, je denkt wel meer aan morgen, aan volgende week, aan volgende maand, aan volgend jaar, omdat je toch altijd een zekere zorg hebt. He. Dus als ik nu een beetje keelpijn heb, ja, dan ik ga niet zeggen dat ik panikeer, maar ik voel me niet gerust. Hoe tevreden ben je van ganse opzet, de grote prijs Ferdy van den Houten? Oh, formidabel. Ik moet die mensen allemaal bedanken om dat te doen. Want ik zeg het, het is een groot eerbetoon aan mij. En het maakt mij een beetje fier. En ik heb het daar straks al gezegd. Hoe ouder dat ik word, het verleden maakt mij nog beter, denk ik. Ja. Rijd je, allez, ga je zelf ook mee fietsen op 1 mei? Of ben je toeschouwer? Nee, ik hoop de 25 kilometer te kunnen rijden. Maar ik zeg het, 24 april moet ik terug nog een bakster krijgen. En daar ben ik toch altijd zo'n week wat minder goed van. Maar 25 kilometer, dat moet lukken. Ik zou er natuurlijk liever 75 rijden of 100. Maar ik mag mezelf niet overschatten, ik kan dat niet. Oké, in ieder geval, ik hoop dat die 25 u lukt, maar ik ben er zeker van dat dat gaat lukken. Bedankt. Dat gaat lukken, dank u wel. 1 mei te gebeuren staat, want er is opnieuw toch wel werk gemaakt van die grote prijs Ferdy van den Houten, alhoewel het geen koers is. Geert, jij bent zo de duivel doet alles, duiveltje doet alles. Ja. Binnen de Eldorado-fietsers hebben ze mij toch verteld. Jij bent eigenlijk de organisator van de grote prijs Ferdy van den Houten. Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe begint dan zoiets? Ja, dat klopt eigenlijk. Ik doe een beetje van alles. Het belangrijkste is dat je een parcours uittekent. Dat je zorgt dat iedereen op zijn plaats is. Dat de gemeenten aangeschreven worden. Dat de wegversperringen aangevraagd worden. En dat je zorgt dat je de juiste mensen hebt om bevoorradingen te doen. Uitpeilingen afbreken. Zorgen dat de lokale mensen hier in het café, in de zaal, op de hoogte zijn. En dat is zo wat een beetje eigenlijk, ja. Hoeveel deelnemers gaan er zijn op 1 mei? Heb je daar alle zicht op? Dat is tussen de 300 en de 1000. En dat hangt heel sterk af van het weer. Dus dat, ja. Hoeveel kilometer fiets jij mee? Ik fiets op die dag zelf nooit. Want ik heb daar geen tijd voor. Ja. Wij staan in voor de logistiek. Wij staan voor van alles in, ja. Er komt heel veel bij kijken. En ik wil dat graag een keer uitleggen, maar dat is te lang, de lijst is te lang. Maar ik heb geen tijd om te fietsen. Ja, over Galmaarden terug naar Zandvoort. Teledienst Nienhoven is er ook in betrokken. Die krijgen ook straks een check hier aangeboden. Dat is ook wel een fijn idee, hè? Ja, absoluut. Ik zeg het, Gerardsbergen en Nienhoven, dat is een tandem. En als het op goede doelen aankomt, dan versterken we elkaar. En dus heel mooi dat dat voor Teledienst gebeurt. Dag Hilde en Stefan. Jullie zitten beiden in het bestuur van Teledienst Nienhoven. Proficiat met de check. Jullie zullen wel heel tevreden zijn daarmee, hè? Ja, inderdaad. Wij hadden eigenlijk niet verwacht om van een vereniging van toch niet van Nienhoven, hè. Zandbergen ligt toch niet in Nienhoven, om dat te krijgen, inderdaad. Ja. Ik heb zo net gehoord tijdens de persconferentie, jullie bestaan dit jaar 35 jaar. Dat is echt heel mooi. Dat wordt gevierd eind september.
Kun je al iets prijsgeven over wat dat er gaat gebeuren voor die viering? Ja, de details liggen nog niet vast, maar de grote lijnen wel. Wij gaan zaterdagavond starten in de Plomblom, waar dat we met een aantal gastsprekers, afgewisseld met ludieke elementen, teledienst in de en de problematiek van de armoede in de kijker gaan zetten. En dan de zondag gaan we verder en gaan we de plekken die voor teledienst belangrijk zijn, onze sociale kruidenier en ons sociale restaurant, de mensen laten bezoeken. En dan ook een etentje aanbieden, een beetje in vervanging van ons jaarlijks eetfestijn, de zondagmiddag. Meneer De Pat, smaakt de witkap? Absoluut, ik ben een niet alleen een liefhebber van Orval, maar ook van witkap. En als ik er kan van profiteren om er eentje te drinken, zal ik het niet laten. Wat vindt u van het initiatief hier van de Eldorado fietsers en het feit dat zij dat de opbrengst gaat naar Kom op tegen kanker en de teledienst Nino? Dat is natuurlijk fantastisch, omdat je daar twee vliegen in één klap slaat. Je hebt de mensen zelf die met de fiets gezond kunnen blijven en gezond willen worden en dat ook blijven. En langs een andere kant door die doelstelling ook veel inzet opbrengen voor andere mensen die het niet goed hebben, voor mensen die te lijden hebben onder kanker. En dat is dus een match met elkaar, dat ze zelf enerzijds zelf inspanningen doen om gezond te blijven, en terwijl je andere mensen die het nodig hebben ook kan gaan ondersteunen. Naast Hernen, door Sint-Pieterskapelle. Paul van den Houten, jij bent penningmeester van Kom op tegen kanker. Jij woont in Diest, maar jij bent afkomstig van Nienhoven. Ja, van de Stationstraat in Nienhoven. Ja. En ik ben lid van Eldorado Fietsers. En ik kom dus regelmatig mee fietsen met de Eldorado Fietsers. Ja. Hoe lang bent u al penningmeester bij Kom op tegen kanker? Van in 2005. Ja. Dus dat is al. Ik word stilaan een ancien daar. Ja. Het is ook, het brengt toch wel geld in de kas, hè? Dat doel, goede doel. Absoluut. Ja. Je moet weten dat Kom op tegen kanker heeft het alleen maar van de donateurs. Hè. Ze hebben geen enkele subsidie. Dus alles wat wij kunnen doen moet komen van giften van iedere persoon hier in Vlaanderen. En van acties zoals bijvoorbeeld de 1000 kilometer. En dat is dan wel onze grootste actie. Ik denk niet dat ik moet zeggen wie hier links van mij staat. Die kent iedereen wel. Rechts van mij staat Bjorn van CSS. En CSS, jullie zijn, heb ik mij toch laten vertellen, de hoofdsponsor van de grote prijs Ferdy van den Houten. Blijkbaar is dat zo. Maar we doen dat met heel veel plezier eigenlijk. Ik vind het bijna een plicht om dat te doen, ik zal het zo zeggen. Hè. Wij hebben het goed, wij hebben een mooie zaak, ook dankzij de mensen die ons dat schenken, ons dat vertrouwen schenken. Dus ik vind op zijn minst dat we iets kunnen terugdoen daarvoor. Rijd jij zelf mee op 1 mei? Ik ga nu zelf meerijden op 1 mei. Dag Sjaak. Ja. Hier zijn we weer. Het is nog, op nog geen week tijd dat je nu al de tweede keer geïnterviewd wordt door Ninov Media. Ninov is een place. Ik bedoel, iedere Vlaamse artiest hoopt in Ninov bekend te zijn. En ik ben erin geslaagd. Dankzij mijn sponsor en dankzij Jeroen, de organisator van 4 optredens voor elke show. Ja. Dat is fantastisch. Hè? Ja. Ja. Door de zorgkinderen hoor. Hey, ja. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninoven en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.